Op 30 maart de Ajax de boeken in met een slotstand van maar liefst 4,75,98, afgerond 4,76. En we zien op de realtime dagkaart dat dat gepaard is gegaan met toch een witte candle uiteindelijk. De hele dag stonden we redelijk in het blauw te noteren met de swingteller op een min 1 standje en een verder wegdraaiende RSI. En dat gaf voeding aan de gedachte dat de rebound aan het opdrogen is en dat we ons op moeten maken voor eerst een hogere bodem of in het uiterste geval een lagere bodem. Pardon, een gelijke bodem op 3,89 om dan weer de weg omhoog mogelijk te gaan hervatten. Of gaat het helemaal niet gebeuren? Gaan we helemaal geen extra aanloop nemen en zijn de bulls nog voldoende krachtig om de Fibonacci grens op 4,76 uiteindelijk op slotbasis uit te nemen? Zo ja, dan sneuvelt de 50% Fibonlijn en mogen we het vizier richten op 4,96 en daarboven zelfs de SMA die nu op 4,66 in het veld ligt. Ik hou nog eventjes de vinger aan de pols, want topvorming, een wat breder topvormingproces kan zich openbaren. We zien nu voor de vierde achtereenvolgende dag wat aarzelingen en wat zijwaarts geschuifel met uiteindelijk dus die 4,76 als eindresultaat. En we moeten er dus vanuit gaan dat er nog steeds een kans is dat de beren een extra aanloop toestaan om dan nogmaals daarna pas weer naar wat hogere niveaus te bewegen. Niet eerder dan bij een duidelijke witte candle met slotkoers boven 4,83, met andere woorden een slotkoers boven de rode streep, ja, dat zet de weg wel open en dan kunnen we de swing volledig afmaken. Morgen misschien swing plus 6 of misschien toch al wel naar swing min 1. Het wordt even een spannende situatie. Houd de vinger aan de pols als je nog reboundposities hebt uitstaan, want ook bij een zijwaartse beweging is het te overwegen om die winsten dan toch maar eventjes veilig te stellen. De DAX doet het navenant ook goed, bijna 2% erbij. En hier zien we datzelfde beeld met nu de eerste rode streep op 10.130 en een klein beetje. Daar moet de boel doorheen breken om wat meer opwaartspotentieel te bewerkstelligen. Daar ligt de Fibo-grid wat hoger dan bij de AIX het geval is. Dus ook hier oppassen voor topvorming en een extra aanloop om krachten te verzamelen om dan later in de tijd zo mogelijk de SMA te gaan opzoeken. Ik wens u een plezierige avond en graag tot morgen.